Hey, ik ben Lotte Kok. Je luistert naar Piepcast of kijkt, de podcast voor jongeren van Bibliotheek Venlo. En vandaag, in deze hele speciale aflevering die extra lang duurt, ga ik in gesprek met maar liefst zeven jongeren die allemaal politiek betrokken zijn. Van Forum voor Democratie tot GroenLinks en alles ertussenin. Uh, we gaan in gesprek met heel diverse jongeren. En het belooft echt een heel erg mooie aflevering te worden. Dus blijf vooral luisteren. Even een kleine disclaimer vooraf. Wij als Bibliotheek Venlo zijn natuurlijk politiek neutraal. We vinden het belangrijk dat er verschillende visies aan bod komen, zodat jij een mening kan vormen. We houden ons aan alle coronamaatregelen. En alle thema's die we bespreken zijn in samenspraak door een redactie met de sprekers vastgesteld. Veel plezier! We zijn terug voor de tweede ronde met inmiddels twee nieuwe gasten. Die zijn aangesloten aan, uh, aan onze podcasttafel. We hebben een lekker uh, soepje van stek in de maag, dus we kunnen vers van start met z'n drieën. Uh, ik wil graag bij jou beginnen Ivo, stel je eens voor. Ja, hoi. Uh, ik ben Ivo, uh, 24 jaar, morgen 25. Ik zal heel lang doorgaan dan. Ik studeer in mijn dagelijks leven communicatie aan de Avans Hogeschool in Breda. Ik uh, ben nu af aan het studeren bij een woningcoöperatie in Den Bosch. Um, en ik uh, ben uh, communicatieadviseur of medewerker bij de statenfractie van de PvdA Limburg. En uh, verder uh, vind ik theater nog leuk, dus ik doe uh, veel dingen daar in de gemeente Venlo. Leuk. Ja. Weet we ook meteen uh, voor welke partij ook je hier aan tafel zit, PvdA? Ja. Ja, Robert, we gaan naar jou. Ja, mijn naam is Robert. Ik ben 23 jaar en... Uh, ja, eigenlijk een beetje per toeval bij de politiek uh, betrokken geraakt. Maar uh, ik kom er ondertussen achter dat ik het steeds leuker begin te vinden. En uh, ik ben ook blij dat ik door middel van deze podcast mezelf daar weer verder kan ontwikkelen. Dus uh, ik heb er zin in. En uh, daarnaast ben ik ook nog tweede jaar social Work student aan de HAN in Nijmegen. Leuk. Je hebt per toeval erin gerold. Hoe is dat zo? Uh, hoe... Ja, dat was op mijn mbo-opleiding, moest ik een gemeenteraadsvergadering uh, bijwonen. En uh, onze huidige fractievoorzitter Tom van Haag was er als kippen bij om de jongen eruit te pikken. En ons te verleiden met uh, een evenement, lekker Venlo, gratis drinken, gratis eten. Dus uh, dat was wel heel erg fijn. Een goed lokkertje was dat. Ja, dat was zeker een goed lokkertje. En uh, dat kan nu ook wel goed. Dus uh, ja, de laatste tijd gaat ook wel lekker met het aantal leden. Ja. Maar ja, ondertussen moet je ook meer gaan richten op het inhoudelijk. En dat gaat nu ook uh, de goede kant op. En uh, ja, ook met het oog op volgend jaar op de lokale verkiezingen is dat wel... Uh, mijn doel van dit jaar, zeg maar. Ja, nou, we hebben twee mooie thema's voor jullie. We willen nog even gaan doorpraten over toch wel uh, corona. Omdat dat zoveel uh, impact heeft op het, op het leven van, uh, van, van de jongeren in Venlo en daarbuiten. En daarnaast gaan we het hebben over het thema onderwijs. En uh, we kunnen kiezen, willen jullie eerst praten over corona of liever over onderwijs? Geen flauw idee, nee, uh, ik, ik zie corona in je vorm liggen. Doe dat maar, uh, ik, dat eerst. Uh? Een klein ja. bescheiden stapeltje boeken Sla. hebben we nog over. We kennen het principe inmiddels. Uh, er zit een stelling uh, in een van de... In elk boek zit een stelling. Dus pak maar willekeurig een, een stelling daaruit, Ivo. Ik zie Marianne Zwageman liggen. Ik weet niet ja, slaat. <laughs> een boek over, uh, over Wilders. Okay, ja, okay, nou. Toch de bekendste politicus uit uh, Venlo, ja, niet te missen. Dit is... Nee, dan ga ik, ja, ik, uh ik heb een beetje een lastig stapeltje nee, voor je overgehouden, nee, nee, nee. volgens mij. Dan, ga ik me, dan laat ik me toch uitdagen. <laughs> dan doe ik gewoon de eerste. <laughs> um, hier staat in. Oh, oh. Mensen moeten zelf kunnen kiezen of ze een mondkapje dragen. Nou, vertel. Maar. Ja. Um, ik, ik denk dat dat een, een beperkt iets is. Uh, hoe zeg je dat? Um, ik denk dat hoe we dat nu hebben in, in supermarkten en uh, in openbare gebouwen en in dergelijke waar je gewoon binnen bent dat je daar een mondkapje op hebt dat uh, dat lijkt me goed dat uh, lijkt me prima buiten weet ik niet zo of het heel veel helpt of het heel veel toevoegt uh, dus of het daar ook verplicht moet zijn ja ik denk dat niet dat dat per se heel uh, uh, nuttig is maar binnen, binnen, zou, binnen verplicht ben ik het mee eens. Ja. Dus niet zoals in, uh, zoals in België, is het ja. volgens mij hè, waar je echt ook buiten overal, zodra je de, het openbare uh, op de stoep staat, ja. zeg maar, meteen een mondkapje op. Dat hoeft van jou per se niet. Nee, ik weet niet, ik, ik weet niet of dat heel veel toevoegt. Kijk, ik kan me voorstellen dat je, als je echt specifieke gebieden waar uh, heel veel mensen toch dicht bij elkaar staan, uh, of je staat toch, uh, weet je, stel dat we ooit een keer op een festival mogen komen en het is nog niet helemaal lekker safe dat je daar een mondkapje op doet of zo. Want dan sta je toch uh, uh, tegen elkaar te schreeuwen of zo. Weet je? Dan, 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 dan kan ik me dat wel voorstellen dat je specifieke gebieden hebt waar dat wel is. Maar volgens mij op straat zo niet, nee. En hoe denk jij daarover, Robert? Ja, ik ben het daar denk ik wel mee eens. Dat op plekken waar het eigenlijk al ja, ingeburgerd is, om het zo te zeggen. Dat het ook gewoon moet. Zoals eigenlijk het OV zagen we. In het begin was het best wel wennen toen die maatregel werd aangekondigd. Maar die werd binnen no time uh, moeiteloos uh, opgevolgd. En ik moet ook zeggen dat ik zelf als student uh, er ook zo aan gewend was. Dus uh, ja, ik vind het niet een hele ingrijpende maatregel en ik zie geen reden om die niet uh, op te volgen. Kijk, uh, voor mij hoeft het ook niet in de buitenlucht hoor. Dat zou ik wel een andere, ja, een volgende stap vinden om het daar te verplichten. Maar zover gaat het ook niet komen. Maar inderdaad, in uh, binnengebouwen en zo ben ik het er wel mee eens. Ja. En uh, ondanks dat ik nou, ja, of het nou wetenschappelijk echt bewezen is, ik denk wel dat het er zeker aan bijdraagt. En, uh, dat het ook bijdraagt aan uh, bijvoorbeeld maatregelen die weer versoepeld kunnen worden. Dat er gewoon meer mogelijk is met mondkapjes gewoon binnen. Ja. Hoe kijken jullie dan terug op die hele, hele heisa eigenlijk die er is geweest? Die, die hele, ja, die, die maandenlange sleep van uh, wel of niet mondkapjes zijn wel of niet effectief. Hoe hebben jullie daarnaar gekeken? Want ik weet dat het bij mij wel veel uh, onduidelijkheid opriep van wat is het nou en is het nou effectief? Ja, ik. Uh, Goed, in het begin waren ze eigenlijk een beetje sceptisch. Ook, uh, ook ja, van Dissel, die zei van het heeft geen, uh, geen effect. En uh, later na zag je dat het toch een beetje werd teruggedraaid. Met name door de landen om ons heen, waarin uh, de mondkapjes wel gedragen werden. Ja. Dus uh, ja, wat dat betreft vond ik dat niet heel sterk. Dat, dat, dat je eerst zeg maar zegt dat er geen wetenschappelijk bewijs is, maar vervolgens het wel invoert. En ik had een idee dat het meer te maken had met wat er om ons heen gebeurde. Maar goed, inmiddels zijn we een paar maanden verder en is het eigenlijk zo ingeburgerd dat ik daar ook niet meer bij stilsta. En ik het gewoon ja. prima vind. Nee, precies. Kijk, dat, dat je in een coronacrisis uh, als deze, uh, of überhaupt een crisis, niet alles gelijk weet, dat is natuurlijk logisch. Maar. Um Iets, iets duidelijker en iets uh, voortvarender. Uh, en, hè, ik ben meer van de... Uh, beter iets te veel dan te weinig, zeg maar. Hè? Ik denk dat dat wel... Of in ieder geval dat, dat, dat wil ik graag. Um, of dat vind ik fijn. En, en ja, als je dan iets hebt waar, waar je het weer mee kunt tegenhouden, dat, uh, dat beter doen dan niet doen, zeg maar. Ik, ik zou wel nog willen pleiten. Kijk, in Duitsland heb je volgens mij nu dat, dat je ook... Uh, medische mondkapjes of dat weet je die echt ja. die die echt werken hè, als, als het goed is zodra um, die eh, ruim beschikbaar komen um, zou ik die wel ook wel verplicht willen zien weet je en en dan ook wel op, op een manier dat het ook werkt en niet weet je van die kin hoe zeggen je dat kin kin, kin, kin condooms of zo <laughs> wat van, ja, <laughs> ik weet het. Uh, van van die dingen die 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 op de kin hangen en, uh, en uh, oh uh, chin diapers ja zo ja die, die die dat yeah. ja um, <laughs> uh, dat daar wel, ja weet je, kijk, we hebben, we, ze zeiden het helpt alleen als je het goed doet. En um, volgens mij hebben we sindsdien niet echt meer voorlichting gekregen over hoe nou, weet je, zo'n zo mondkapje goed om te doen. En in het begin was het even van... Um, ja, goed schoonmaken elke keer. Als je er elke keer weggooit, dat soort dingen. Maar daar wordt totaal niet meer, niet meer op gewezen, volgens mij. Of, of ik mis het tijd dat kan ook. Maar daar zou ik wel wat meer aandacht aan willen hebben. Weet je, ik, ik, ik was ze ook niet elke keer. <tiedert> maar die uh, medische mondkapjes die in Duitsland nu uh, gebruikt worden, die zijn wel wat duurder, hè? Ja. Dus, uh, dat, ja ik weet niet, dat, dat lijkt me dan nog uh, hier in Nederland best wel... Uh, ja, dat kan voor problemen zorgen. Nou, volgens mij de mensen die uh, nu worden ook al mondkapjes uitgedeeld, volgens mij door de gemeente hè? de mensen die, die ze niet kunnen betalen, die uh, krijgen of kunnen ze, kunnen ze ja. krijgen. Wij delen ze ook uit uh, trouwens. Ja. De medische? Uh, nee, niet nee, de medische. De, nee, dat dat. En, dus... Maar voor mensen die met een uh, uh, ja. minima, zeg maar. Ja, uh, ja. ja precies. Nee, maar, ja, precies. Uh, en ik kan me voorstellen dat je inderdaad als organisatie geen medische mondkapjes gaat uitdelen, want dat is inderdaad wat wat intenser. en volgens mij, weet je, die kun je volgens mij ook niet wassen, denk ik. Ik weet het niet, uh, maar kan me dat voorstellen dat je die dan wel direct moet weggooien, dus dat is inderdaad iets waar je naar moet kijken. Maar volgens mij, geven zoveel geld uit en allemaal dingen dat kan ook wel uh, te gaf, volgens mij. Ja, wat het bij mij een beetje uh, wat mij wat bij mij een beetje frikte is dat het echt een enorm ja, een politieke discussie is geweest, meer dan eigenlijk nog een medische discussie. De hele uh, mondkapjesplicht ook uh, dat dat ja, wat ik net al zei, dat gepingpong van dan weer niet, dan weer wel. Uh, terwijl, ja, waar, waar ligt dat dan aan, denken jullie? Waarom is dat zo ja, gepolitiseerd, zeg maar? Oh. Ja, misschien uh, met het draagvlak wat er aanvankelijk was. Dat er toch wel veel mensen ook kritisch waren. En dat je dat dan echt gaat afwegen als, uh, politieke, ja, als politici. En uh, ja, kan dat dan wel? Maar eigenlijk, wat ik dus al zei, zodra die werd ingevoerd, zie je dat het eigenlijk uh, makkelijk wordt uh, opgevallen. En in het begin ben je natuurlijk ook niet heel bekend mee van hoe gaat de samenleving daarop uh, reageren. Ja, ja, want als je iets, doet, wil je natuurlijk wel dat, dat mensen het gaan doen, zeg maar. En ja, niet dat precies. je dan iets... Wat je, uh, volgens mij, ja, als je regels maakt, dan moet je zorgen dat je ze kunt handhaven en dat ze ook nageleefd worden. Want als, als, als ze dat niet doen, dan, dan heb je meer gezeik, zeg maar aan je broek hangen. Um, dus ik, ja, en sowieso, politici uh, maken dingen politiek. Dat is, uh, dat is, dat is volgens mij inherent uh, een, uh, een, een dikketje. Ja. ja, precies. <laughs> ja, en wil jij er nog een laatste opmerking aan toevoegen? Of gaan we lekker door naar het volgende thema? Nou ja, ik sluit me daar volledig ja, bij aan. Dan gaan we lekker door naar het volgende ja. thema. We hebben meer dan uh, genoeg over corona gepraat, ja. denk ik. Uh, we gaan naar een ander mooi mooie, uh, thema. Dat is namelijk het onderwijs. Nou, ik denk uh, dat we allemaal wel het over eens zijn dat de invoering van het leenstelsel een, uh, een slecht idee was. En uh, eigenlijk uh, bijna alle partijprogramma's van de politieke partijen die nu meedoen, de grootste partijen, uh, wordt er ook gepleit dat dat wordt uh, afgeschaft. Um, dus ja, we gaan daarover in gesprek. Uh, hoe ziet dat er concreter uit? Het hangt natuurlijk allemaal vanaf wat voor, uh, ja, wat voor stelling er wordt uh, uitgekozen. Dus aan jou de eer, Robert. Ja, ja spannend. <laughs> ja, twee dikke stapels. We gaan hier. Uh, Ik uh, pak ook en het gewoon... nee, het <laughs> dat is een boekje. Dit is het boekje over uh, midlife crisis. Nou, daar ja. zijn wij nog uh, lang niet aan toe. Nee. Quarter Life Crisis. Ja, jij ja. wordt morgen 25. Dus, ja. Uh, ja, hier staat, uh, studenten die onder het leenstelsel vielen, moeten uitbetaald worden in studievouchers en korting krijgen op hun studieschuld. Lijkt me een mooie stelling. Wil jij daar als, als eerste uh, mee aan de slag gaan? Uh, ja. ja, goed, ik denk dat uh, die onder het leenstelsel uh, vielen, dat ze dus, uh, ja, die moeten natuurlijk uh, wel uh, gecompenseerd uh, worden. Um, je ziet nu dat uh, ik geloof uh, mensen die tussen 2015 en 2019 uh, gestudeerd hebben, die krijgen zo'n studie in de vorm van uh, naar 2000 euro en daar kun je dan een, een vervolgopleiding van doen. Maar dat is dan uh, de, na vijf jaar, minimaal nadat je ja, bent afgestudeerd en, dus, uh, en die vijf jaar daarna, dus dat is al heel beperkt. Mm. Waardoor dat je, ja, niet iedereen gaat doorstuderen, dus niet iedereen heeft wat aan die voucher. Ik denk dat je die dan inderdaad veel beter kunt uitbetalen, waardoor dat je korting krijgt uh, op de studieschuld. Hoe ja. jij ja, daarop reageren? Ja, volgens mij, 2000 euro is ook niks. Volgens mij, uh, als je een, uh, een cursusje ergens gaat doen met een commercieel tarief, dan, uh, volgens mij, dan ben je een paar uur verder en dan uh, heb je je 2000 ja. euro uh, uh, gebruikt. Zeg maar. Dus um, ja, wat, wat was de, de stelling ook weer? Ja. Studenten die onder het leenstelsel moeten uitbetaald worden in studiefoutjes en korting krijgen op hun studieschuld. Dus dat zijn eigenlijk twee uh, dingen die hier in deze stelling worden voorgesteld: die studiefoutjes en uh, korting op je studieschuld. Ja, die uh, studiefoutjes, ja, ik, ik, um, daar dat, dat ben ik denk ik wel voor, maar dan moeten ze wel daadwerkelijk wat inhouden, zeg maar. Hè? Ik bedoel, kijk... Um, ja, je kan ook je kan argumenteren Geef gewoon geld, weet je, want uh, studiefinanciering, dat, dat, dat gaat niet alleen maar op aan het studie, dat gaat ook op aan woning en dergelijke. En, en weet je, volgens mij je spendeert maar een klein deel van de studenten dat ook daadwerkelijk aan de studie. <laughs> um, in ieder geval uh, um, bier, leuke bier. hobby's. Ja, maar ook wonen en weet je, als je uit, uit, uit gaat wonen dan uh, en bier. Um, dus je kunt zeggen, nou ja, weet je, die andere mensen die wel uh, studiefinanciering hadden, ja, konden dat ook vragen uitgeven. Dus waarom de mensen niet die, um, ja, die gecompenseerd moeten worden maken. Kijk, op zich, weet je, het is wel um, charmant om dat met studievoutjes te doen. In ieder geval dat het ook daadwerkelijk nuttig besteed wordt. Alleen dan graag meer dan die 2000 euro, want dat, uh, dat is volgens mij uh, niet zoveel. Wat is jouw ideale oplossing dan om die studenten tegemoet te komen? <laughs> Goeie vraag. Um... Ja, ik, ik denk wel, ik denk toch dat, dat ik dan toch ga voor de studiefoutjes, maar wel, uh, uh, wat is het, vier jaar keer uh, 2000 euro, dat is uh, ik, uh, zoveel geld. Ja, <laughs> yeah, reken maar uit. Ja, precies. <laughs> ja, Robert. Ja, het is natuurlijk wel een heel lastig thema, want je ziet politieke partijen onderling ook heel erg uh, ja, met elkaar strijden van hoe moeten we dit aanpakken. Sommigen willen dat de volledige basisbeurs zelfs uh, wordt terugbetaald. Uh, nou ja, ik denk dat, uh, dat dat lastig is, omdat je niet echt goed een beeld hebt wie nou uh, thuiswonend en uitwonend was. Dus uh, ja. ik denk dat je meer moet kijken dan naar de korting op de studieschuld. En hoe of wat, ja, dat vind ik dan ook nog wel lastig, maar ik, ik zou daarop inzetten. Ja, ja dus eerder uh, op de korting dan echt die, uh, die studiefoutjes. Ja, ja denk het wel ja, vooral omdat hij inderdaad zoveel meetelt inderdaad dat is gewoon echt een, een heel groot bedrag wat je mee je begint dat leven en je staat gelijk in het rood zeg maar uh, dus dat inderdaad als je daar een flinke korting op kunt geven ik denk dat dat wel helpt om om alle andere Problemen die komen, zeg maar, op te lossen. Ja, het is natuurlijk ook een enorm bedrag voor de meeste studenten ja. dat boven je hoofd hangt. Uh, je start uh, het, ja, het, het echte leven, zeg maar, uh, het werkende leven, met een enorme, ja, eigenlijk een, een soort achterstand. Ja. Dus ik denk ook wel dat het belangrijk is als daar uh, ja, goede regelingen voor worden getroffen. Ja, precies. En als ik nog even iets mag zeggen, het doel van het leenstelsel was aanvankelijk om het geld wat het zou opleveren, omdat uh, dat, dat ten goede zou komen van de kwaliteit van het onderwijs, maar dat, uh, ja, dat hebben studenten nog vrij weinig uh, teruggezien. Dus uh, ja, vandaar denk ik dat het ook goed is als, uh, als die worden afgeschaft. Want uh, ja, dat kan nog wel beter, uh, de kwaliteit van het onderwijs. En zeker in tijden van corona ja, schort het her en der uh, daar nog wel aan. Ja. Ja, ik, uh, ik heb zelf ook gestudeerd in die periode onder andere. Dus ik hoop van harte dat daar ook uh, <laughs> iets voor geregeld gaat worden. Dat zou mij ook enorm verlichten. Goed, um, ik wil met jullie iets doen wat ik met de vorige ronde niet, niet heb gedaan. Maar ik wil met kort, uh, kort met jullie nog eventjes een speedronde doen. Voordat we uh, gaan afsluiten en naar de volgende groep gaan. Uh, een, een speedronde. Ik heb namelijk een aantal stellingen voor jullie. Die ga ik echt compleet willekeurig uh, uitkiezen. En die kunnen over van alles en nog wat gaan. Uh, ja, over uh, de, de belasting op suiker en frisdrank, op uh, 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 een spitsheffing, vliegbelasting. En ik wil eigenlijk van jullie een, uh, een kort, heel kort antwoord. Uh, het liefst een ja en nee antwoord met een uh, maximaal uitleg van één zin. Kunnen we kunnen gewoon even snel een paar stellingen doornemen, doen een stuk of drie, vier. En uh, ja, zo kunnen we wat meer inzicht krijgen in jullie ideeën erover. Dus ik pik er gewoon eentje uit. Uh, Nederland moet extra vliegbelasting invoeren voor korte afstandsvluchten. Ja of nee? En waarom? Ivo? Ja, het slaat nergens op dat als je gewoon met de trein kunt. Um redelijk, uh, dat je dan uh, het vliegtuig pakt. dat staat nergens op. Dat is veel te vervuilend, dus uh, daar moet extra belasting op komen. Robert? Uh, ik zeg nee, omdat ik vind dat dat Europees geregeld moet worden en landen niet afzonderlijk van elkaar uh, belasting daar. Nou. Ja. Oké. Okay. Um, alle huizen moeten binnen 30 jaar van het gas af. Ja of nee? Ivo, ik begin weer gewoon bij jou. Uh, ik denk nee met heftige twijfel. Ja, um, nou, het is goed om als het kan van het gas af te gaan, maar volgens mij alle huizen in 30 jaar dat is alsnog wel heel erg snel en ja, je moet gewoon gaan met wat je wat je wat mogelijk is en, en, en gewoon ja, dit 30 jaar en alle huizen dat, volgens mij staat komt daar toch wel heel veel probleem bij kijken en zo en dat is een beetje ambitieus volgens mij, maar ja. Oké. Okay. Lange zin, maar nog net binnen de... <laughs> Robert. Ja, ik zeg ook nee, om dus... Ja, door de eenvoudige reden dat ik dat ook te rigoureus vind. Een te rigoureus. Ja, te ambitieus. Ja. Uh. Oké, okay, nou, dan wil ik jullie hartelijk danken voor jullie, uh, voor jullie bijdrage. Echt waar. Uh, aan jullie ook de vraag van... Um, waarom, uh, waarom is het belangrijk dat jongeren gaan stemmen? Hoe trek je ze naar de stembus? Dat zijn twee verschillende vragen. Ja. <laughs> je mag erop eentje antwoord geven. Um, nou ja, waarom is het belangrijk om te stemmen? Kijk, um, ja, dat is natuurlijk het cliché. Al, 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 de, al de dingen die bepaald worden in de politiek die gaan ons allemaal aan. Um, en ja, het zou heel dom zijn. Het is, heel, weet je, het is misschien wat saaie kost en um, niet altijd even leuk. Um, maar we kunnen, wij als jongeren uh, kunnen zoveel invloed hebben uh, op de manier waarop dit land zeg maar, uh, eruit komt te zien. En uh, sommige mensen zeggen wel eens, ja, maar politiek dat interesseert me niet en daar heb ik niks mee. En uh, dat gaat mij toch niet aan. Jawel, het gaat jou aan alles wat je doet en dergelijke. Daar beslissen de mensen in de politiek over. Um, dus beter dat je dan gewoon uh, zelf de keuzes maakt die je wilt. En niet dat je dat aan andere mensen moet overlaten. Die, uh, die misschien niet altijd jou. Um, um, moet dat? Uh, hoe zeg je dat? Uh, doel voor ogen hebben. Ja, ja ik uh, las ook ergens nog een mooie quote. Uh, het is belangrijk om bezig te zijn met politiek, want politiek houdt zich ook bezig met jou. Ja, ja. en het is ook gewoon leuk. Het is ook gewoon interessant. Zeker. Ja, ja. ja. En dan wil ik jullie hartelijk danken uh, voor jullie komst, Ivo en Robert. En, uh, gedaan. Ja, ga stemmen. Ja, zeker. <laughs> Dank jullie wel. Vond je dit nou een leuke podcast en wil je meer horen? Check dan vooral de andere podcasts die we hebben gemaakt in deze reeks.